28. No, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 hier is Vissie weer en vandaag weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal, hier op zondag, waar ik heel veel zou uploaden. Maar ik was de hele tijd bezig met de stream natuurlijk van The King 77 NL en ik had echt absoluut helemaal geen tijd. Zelfs nu onder de stream ben ik gewoon nog deze Q&A aan het inspreken, ondertussen ben ik nog aan het kijken. Allereerst natuurlijk achtergrond gameplay. Ik speel hier op de map Strike Zone, natuurlijk Call of Duty Ghosts. Niet vaak upload ik dat, maar als ik het upload, ja, dan vind ik het als strijkzone natuurlijk lekker voor de achtergrond. Ik haal 58 kills, 22 deaths geloof ik, dus het is wel een hele actievolle gameplay. Het is niet heel spectaculair, maar ja, wel lekker voor de achtergrond natuurlijk. En heb jij natuurlijk een vraag aan mij qua Q&A, dan moet je dat ook vooral even bij de comments achterlaten. En daarnaast vraag ik natuurlijk jullie om een duimpje te geven, want ik zie wel dat mijn likes op mijn kanaal gewoon naar beneden gaan. En dat vind ik echt fucking jammer en daarom doe ik het ook even in de Q&A. Q&A wordt altijd heel goed bekeken. Maar mijn views gaan wel wat omhoog. Mijn likes zijn beneden. Dus alsjeblieft, vergeet het gewoon even niet. Natuurlijk even dat, gewoon dat blauwe duimpje te geven. Dat zou ik tof vinden natuurlijk. Gewoon op een Q&A moet ook gemakkelijk. Vind ik zelf persoonlijk 200 likes. Moet ik daarop kunnen krijgen. Ik vind dat ik dat verdien zelfs. Nou, we gaan lekker over naar de vragen. Eerste vraag van ja, Jacco Gamet. Q&A Fish. Welke alcoholische drank vind jij lekker? Of drink vind jij lekker? Wat ik heel erg lekker vind is eigenlijk, ik vind Bacardi lekker. Bacardi Cola, Fieux Cola. Ik vind shotjes lekker. Ik vind eigenlijk heel veel lekker. Ik vind bier lekker. Ik lust wel eens een wijntje. Ik lust eigenlijk bijna wel alles eigenlijk. En ook de Passoa jus, dat soort dingen vind ik echt super lekker. Al word je er natuurlijk helemaal smerig dronken van. Maar ik lust eigenlijk vrij wel alles qua drank. Ja, behalve bittere dingen, weet ik veel. Hoe heet die shit ook weer? Berenburger en zo. Dat vind ik een beetje... dat vind ik niet zo heel erg lekker. Maar ik lust wel vrijwel alles eigenlijk. En dan moet ik even kijken, want mijn muismat is gevallen. Even kijken, die volgende vraag. Yes, van Landmacht Nederland. Q&A, waarom ben jij zo kankerdik? Ja, ja, waarom ben jij zo'n tering leier? Zo, ja, oké. Okay. Nou, volgende vraag. Bij Rezzy. Q&A, zou je meer achteraf commentaries willen doen? Nou kijk, ik begrijp dat mensen dat vragen eigenlijk, maar ik zal je eerlijk zeggen, dat heel vaak als ik een achteraf commentary doe, dan ineens, dan wordt dat minder bekeken of zo op een of andere manier, soms, zeg maar. En dan denk ik mezelf, ja, waarom over moet ik een commentary maken? Ik kan wel iets vertellen over mijn dagelijks leven, bla bla, maar ik vind het leuker om dat bijvoorbeeld dan, ja, een vlog van te maken, snap je? Dat soort dingen. En live wordt dan eenmaal gewoon tegenwoordig gewoon iets meer bekeken. Een achteraf commentaar kan ik eigenlijk alleen maar echt maken als het bijvoorbeeld echt een nuttige info is. Ik zeg maar wat over Black Ops 3. Nou, dat komt er wel weer aan natuurlijk. Maar ook als bijvoorbeeld een game uit, voor het eerst weer uit is gekomen. Zoals achteraf Call of Duty Ghost, Advanced Warfare. Dan ga je daar weer commentaries over maken. Maar ik ga nou niet echt vertellen van nou, jongens, vandaag ben ik naar de wc geweest één keer. Daar heb ik een hele grote mooie troll neergelegd. Ik denk niet echt dat jullie daarop zitten te wachten. Als ik een achteraf commentaar doe, dan moet het wel ergens over gaan, zeg maar. Niet dat het gewoon... Ik denk van, ja, hier haal ik een Moab. Ik speel hier weer met Scavenger, Quickdraw, Stalker. Nee, dat is het niet. Dus het moet wel echt nuttig zijn om een achteraf commentaar te doen. Lotse Gamer, sicke video fish. Thanks, Q&A. Wat wil je het graagst bij je setup? Nou, onder andere weer, ik heb een mooie headset gekregen. Maar kijk eens, ja, je ziet alweer een plakketje erop. Hij is net gebroken en mijn vader heeft hem even gelijmd. En dat betekent gewoon dat ik weer even, weer bij de meemarkt weer een nieuwe moet kopen. Het is niet anders. Ik denk dat ik even een betere ga halen. Maar wat ik bijvoorbeeld wil hebben is inderdaad een nieuw toetsenbord. Maar nou heeft David gezegd dat hij nog een toetsenbordje binnenkort van mij heeft. Dus kijk, ik heb nou echt een... Oh, het is irritant! Dell toetsenbord. En echt een lach ding. Maar hij werkt wel, natuurlijk. Dus ik moet echt een nieuwe toetsenbord hebben. En eigenlijk een setup hebben. Het probleem is gewoon de ruimte in mijn kamer, denk ik. Kijk, normaal gesproken zou ik echt een mooi bureau willen hebben. Weet je, nu heb ik mijn microfoon. Ik zal hem even optillen. Kijk, nu heb ik gewoon voor me staan, mijn microfoon. Maar normaal gesproken, ja, wil je echt... Ja,
gewoon mooi hangend hebben. Echt zo'n beetje stoere dingen hebben. Maar ja, het is hier allemaal zo tijdelijk, hè. Dus ja, ik zou wel normaal ook wel lekker mooi... Ik zou, als een ideale ding, is gewoon een aparte kamer. Helemaal dicht met van die schuimdingen voor, hè, voordat er niemand last heeft van het geluid. En wat meer, een mooi bureau inderdaad, dat er allemaal hangt en zo. Een vette 4K-scherm natuurlijk. Ja, dat wil ik wel allemaal hebben. Maar ja, ten eerste is die, en ten tweede is gewoon de ruimte natuurlijk hier. Het is allemaal tijdelijk, hè. Dus ja, is je gewoon niet anders, ja toch? Even kijken hoe ver we zijn. Ik lul zo lekker een end weg, ja toch? Pound 17. Hey Vis, welke muziek luister je? Q&A. Nee, dat had ik nog in de gaten. Maar, welke muziek luister ik? Ik luister eigenlijk van alles, behalve echt hard rock. Dat vind ik echt, daar word ik een beetje zenuwachtig van, zeg maar. Als ik dat luister, dan denk ik van echt... Weet je, van die... Van dat soort muziek, dan denk ik bij mezelf, ja, dan, dat... Ja. Dat denk ik dan, zeg maar. Maar, nee... Dat is het eigenlijk enige. Verder luister ik top 40, trance, club. Ik was vroeger heel veel luister ik naar trance en zo. Maar ja, tegenwoordig luister ik gewoon, zet ik gewoon de radio aan als ik in de auto zit en dan luister ik daarna. En dan vind ik gewoon lekker tegenwoordige tijdmuziek vind ik ook leuk om te luisteren. Boeit me eigenlijk niet zo heel veel. Volgende vraag van Matthijs Visser. Q&A, hoeveel echt trouwe subs heb je? En hoor ik daarbij? Nou, jij hoort er in ieder geval echt zeker weten bij. En als jij er ook bij hoort, laat dan ook vooral even een comment achter van... Ik hoor ook bij de Fish Army. Maar ik heb er best wel veel. Kijk, natuurlijk. Als jij een video uploadt, hè, iedereen, de ene persoon kijkt die video. De andere persoon kijkt die video. En er zijn ook mensen die kijken alles, weet je. En ja, het is een beetje lastig in te schatten. Maar ik denk dat ik wel best wel veel trouwe abonnees heb. Zoals bij de Dutch YouTube Gathering zag ik echt wel veel mensen herkennen mij. En willen even met de foto en zo. En dan merk je eigenlijk pas hoe... populair is natuurlijk wel een groot woord. Maar hoe bekend je bent, zal ik het zo zeggen. En ja, het is een beetje moeilijk in te schatten. Maar ik schat er wel aan dat ik gewoon echt wel een paar duizend trouwe subs heb. Eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ik vind subs ook een beetje een slecht woord. Eigenlijk abonnees, dat klinkt liever. Dus ik denk dat ik wel een paar duizend trouwe abonnees heb. En ja, ik hoop natuurlijk gewoon dat het gewoon weer lekker naar boven gaat natuurlijk. Hè, dat je kanaal verder groeit en zo. En daar zijn jullie trouwens ook heel erg actief. Moeten jullie daarmee zijn. Hè? Gewoon een like geven. Dat echt waar. Nogmaals, dat iedereen vraagt. Dat hoort er gewoon bij. Dat hoort er ook bij, want dan groei je door. Zo simpel is het eigenlijk gewoon. Dus ja. Maar Matthijs, in ieder geval jij. Of voor jou. In ieder geval. Ik heb best wel veel trouwe subs. En jij hoort er in ieder geval zeker weten bij. Volgende vraag. Is hier ondertussen hoofd Mark Brazen. Waar is mijn beeld? Ah, mijn beeld is weg. Oké, volgende vraag. Van Freezone. Call of Duty Ghost 2 of COD Advanced Warfare 2? Nou, ik denk niet in ieder geval dat Call of Duty Advanced Warfare 2 uit gaat komen volgend jaar. In ieder geval niet volgend jaar, misschien dit jaar nog. Dat zou ook zomaar kunnen. Maar in ieder geval, ik denk zelf dat na Black Ops 3 Call of Duty Ghost 2 online komt. Ook omdat natuurlijk Infinity Ward dan weer de Call of Duty gaat maken. En ik vond het toch wel heel erg zichtbaar, zeg maar, na de singleplay. Ik heb dan de singleplay natuurlijk gespeeld en geüpload. En Call of Duty Ghost, dat er echt een open einde was. En dus ik verwacht wel een Call of Duty Ghost 2 eigenlijk. Nou, Black Ops 2. En van Warfare 2, ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik hoop niet. Ja, ik ben persoonlijk zoiets van, ja, dat hele jumpen, dat mag er wel lekker uit blijven. Zeg maar, de volgende. Volgende vraag van Seppa J. Op welke leeftijd kreeg je eerste vriendinnetje? PS, je bent baas. Jij ook natuurlijk. Op welke leeftijd? Mijn eerste echte vriendin. Nou, ik denk dat mijn eerste echte vriendin in leeftijd was van een jaartje of 18, 17, denk ik. Toen kreeg ik met... was ik 20? Ja, 21 was ik al. Dat was een echte vriendin, zeg maar. Maar daarvoor heb ik al... wel wat gedaan, zeg maar. Je weet hoe dat gaat, zeg maar. Je doet wel dingen. Maar dat je echt zegt van, nou, ik heb een relatie. Ik heb 3 jaar lang een relatie gehad met een meisje, Jessica. En denk dat ik dat echt mag schrijven als mijn echte eerste vriendin. Toen was ik wel 21, toen was ik al met Paul samen. Maar nogmaals, daarvoor, ja, heb ik wel natuurlijk dingetjes gedaan.
en leuke dingetjes. Ja, en ook gezond en zo. Dan was ik al 16 of zo, 17. En voor het eerst. Nou, dit was ik 18 of zo, 19. Dus ja. Ik denk dat het wel normaal is. Ja, toch? Mr. Kingfish 73. Als je nu mag kiezen tussen Call of Duty 2 en Battlefield Hardline, welke game heeft voorkeur? Ik denk dat je gewoon algemeen tussen COD en Battlefield. Nou, kijk, ik vind het al gewoon. Ik vind het gewoon allebei hele leuke games. Maar qua uploaden op YouTube is gewoon COD beter om te kijken. Omdat het gewoon spectaculair is. Het is gewoon veel sneller. Weet je, veel meer fast-paced. Battlefield is een beetje traag, vind ik zelf. Al kun je met Battlefield wel funny moments uploaden en zo, maar dat vind ik ook niks eigenlijk. Een beeldscherm wil uitgaan, ook zo leuk is dat. Maar ik denk dat je, ja, wat moet ik zeggen? Het heeft allebei wel wat, weet je. Ik vind Battlefield Hardline wel leuk om te spelen. Alleen ja, waarvoor speel ik? Dat is altijd de vraag. En dat komt eigenlijk ook een beetje door YouTube, hè. Door YouTube ga je echt, als ik ga gamen, dan ben ik bezig met YouTube. Dan denk ik van, oh, als ik nu bijna een mob ga halen, ik zeg maar wat, hè. Dan kan ik het uploaden, kan ik commentary over maken. Of ik kan de achtergrond gameplay gebruiken, of whatever. En bij Battlefield Hardline denk ik zoiets van, ja, weet je. Wij hebben natuurlijk die serie gehad. En dat werd niet goed bekeken, vond ik zelf. Ja. Het heeft allebei wat. Dus ene, weet je, game is allebei leuk wel, weet je, samen. Maar Call of Duty is meer leuk, omdat het ook voor YouTube gewoon wat beter is voor mij, denk ik. Al vind ik het ook wel leuk om Battlefield Hardline te uploaden. En ik praat er helemaal nergens over. Maar oké, maar in ieder geval, ja, dat. Oké, heel erg duidelijk. Volgende vraag. Wow, vraag nummer 10. Zou je door Paul Anaal gepenetreerd willen worden voor 2 miljoen euro? Nou, 2 miljoen euro is wel heel veel geld, hè? Normaal gesproken, ik ben eerlijk, als daar had gestaan 10.000 euro, had ik gezegd, die. Maar 2 miljoen euro, nou oké, dan ga ik wel verbukken. Ja toch, want 2 miljoen euro, krijg je 10% rente, krijg je 60.000 euro per jaar. Ja toch? Dus van 60.000 euro kun je echt heel goed leven per jaar. Dus ja, Paul, ik zou zeggen doneren. Tenminste, ik zou zeggen, verzameld in, 2 miljoen euro, dan mag Paul. Ja, toch? Oké, kan ik nog een vraagje doen? Nee, ik kan geen vraagje doen. Nee. Nou, in ieder geval zal ik nog een keer zeggen van, nee, jongens, als jullie nog een vraagje hebben aan mij, dan moet je dat dus even achterlaten. Vergeet niet te liken, jongens, want dat is af en toe wel jammer. Ik vind het in ieder geval fijn om te zien dat mijn abonnee-aantal weer omhoog gaat. We gaan richting de 20.000 en dat betekent 24 uur livestream. En dan ga ik allerlei leuke dingen doen, ja toch? Want dat hoort er ook bij. En ik zeg natuurlijk, jongens, dankjewel voor het kijken, jongens. Tot de volgende keer en later. Bye, bye.